Ja, maar even wachten jongens, even serieus, want zonder Jessin hebben we geen probleem natuurlijk, hè? Ja. Hey Ron, lekker belangrijk, ik heb een voerprobleem, help mij dan! Ja! Nee, kom mee. Op zoek naar Jessin. Blijf af! Blijven! Even kijken of hij daar zit. Jessin? Hey man! Ik kom voor jou. Ja, ik had hem op de lab gegeven. Waarom? Ja, iedereen wil les bij Sepsport. Ja, maar ik help alleen kinderen die schrijven of mailen. En jij hebt geschreven, vriend. Met wat voor probleem heb je? Een turnprobleem. Een turnprobleem. En van wie zou jij les willen hebben? Epke Zonderland. En laat ik daar nou een afspraak mee hebben. We gaan naar Epke Zonderland. Epke Zonderland plaatst zich op basis van deze perfecte oefening voor de Olympische Spelen. En kijk eens wie er staat. Ja, Epke Zonderland. Dat doe ik ook elke morgen. Hey. Goeiedag, Rommelshout. Jessin. En die heeft een turnprobleem, hè? Ja, de kiepelt spreidt zich. Oh, ja. En nou dachten wij, misschien kun jij daar ons wel bij helpen. Ja, tuurlijk. Ik heb genoeg tijd nu. Dus, toch? Laat even zien wat je probleem heeft. Ja, ik wil het wel doen, alleen mag ik dan eerst even warm worden? De schouder moet wel soepel zijn voor de kiep. Nummer 5. Voren. Nou, de lenigheid is het probleem in ieder geval nu. En de laatste. 5. Oké. Okay. Ben je lekker warm, Jessin? Ja, dat wel. Oké, nou laat maar even zien. Ja. Het probleem. Jij doet een beetje zo. Niet dat je je armen gestrekt had, maar dat je zo opspringt met kromme armen. Dan verlies je een beetje snelheid en vervolgens kom je met je benen zo omhoog. De oplossing! Wat eigenlijk beter werkt is als je eerst een zwaaitje maakt. Door een beetje een zwaai te doen, krijg je wat meer snelheid omhoog. Te rustig eigenlijk. Te rustig inderdaad, ja. Dus er mag wat meer zwaai bij. Eerst hangen. Ja, en dan heen en weer zwaaien. En achter. Precies. Dan weer? Ja. Ja, precies. De laatste deed het heel goed. Nu weet je dus hoe het zwaaitje een beetje moet. De bedoeling is dat je nu uit stand in één keer in die zwaai komt. Dus het zit er zo uit. 1 en achter. En dan weer staan. Ja. Wat me opvalt. Is dat op het moment dat je wil gaan zwaaien, dat je je armen zo gaat doen. Het zou mooi zijn als je je schouders hier kunt blijven, je armen gestrekt. En vanuit hier een tolletje, een zwaaitje kunt maken. Ja. Nou, nu maak je inderdaad, zo was het veel beter. Als je de zwaai kan, dan kun je genoeg snelheid maken en dan hup, dan kom je zo de... Op de leg. Nou, fantastisch. Heb je er een beetje vertrouwen in, Jessin? Ja, dat wel. Het gaat lekker, hè? Ja. Ja, laten we gaan. Laten we die ene finale sprong doen en dat moet hier helemaal goed gaan. Oké. Okay. Dames en heren, hier komt hij. Jessin, 10 jaar uit Drachten,
2016, de Olympische Spelen, de opvolger van Epke Zonderland, ook een Fries. Oké, Justin, laten we het zien. De mooiste tot nu toe. Hoe vond je hem zelf gaan? Ik vond hem heel goed gaan. Heel goed. Epke, ongelooflijk bedankt. Graag gedaan. Nou, bedankt hem maar. En ja. Want dankzij Epke gaan wij naar de Olympische Spelen 2016. Juist! Olympische Spelen, here we come! Yes!